Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Vanuit Kronenberg, basisschool De Kroevert, zijn we. Dadelijk de vlog aan het einde van het programma, de Sumo Challenge. Met natuurlijk een van de leerkrachten hier van basisschool De Kroevert. Maar we beginnen zoals gewoonlijk met het kerngezonde nieuws van deze week. In het kader van Jong Leren Eten brachten de basisscholieren uit Zevenum en Kronenberg een bezoek aan hoeimakersfruit. Daar kregen ze een rondleiding en leerden de tieners alles over de teelt van appels en peren. En natuurlijk maken ze zelf ook een heerlijke en vooral gezonde tractatie. Vervolgens gingen de leerlingen door naar Limburgs Uitje, om daar aan de slag te gaan met Expeditie Columbus, een variant van de tv-serie Expeditie Robinson. Hierbij moeten allerlei spellen worden gespeeld en daarbij is teamwork het toverwoord. De leerlingen van basisschool De Kwir uit Neer brachten onlangs een bezoek aan zorgboerderij Klooster Keizerbos. Samen met de cliënten van de zorgboerderij werd een leuke quiz gespeeld en daarbij moest goed worden samengewerkt. Ook leerden ze de verschillende groente- en fruitsoorten herkennen. Daarna gingen de scholieren aan de slag met rabarber. Ze maakten er een heerlijke en gezonde kompot van. En tenslotte proefden ze ook nog vlierbessenranja. Is dat niet Job van Kerngezond TV? Ja, klopt. Zullen we vragen of hij met ons mee traint? Ja, hartstikke leuk. Hey, Job. Hoi, Job. Hoi. Heb jij zin om met ons mee te trainen? Ja, leuk. Hoef ik niet alleen te sporten. Nou, leuk. Doe maar. Gezellig. Omdat ik profvoetballer wil worden en ooit in zo'n mooi stadion wil voetballen. Maar waarom trainen jullie eigenlijk? Samen met Diewertje vorm ik het team Miles to Cure. Dat betekent eigenlijk kilometers voor genezing. Samen halen wij geld op voor het KWF. Omdat wij zo min mogelijk mensen het verdriet willen aandoen wat kanker met zich meebrengt. Ik train voor de halve marathon omdat mijn vader bijna 5 jaar geleden overleden is. En ik heb gezien hoeveel verdriet dat met zich meebrengt. En ja goed, dat gun je namelijk niemand. En daarom hoop ik dat we zoveel mogelijk geld kunnen ophalen om kanker de wereld uit te helpen. En daarom doe ik mee. Zelf werk ik in het ziekenhuis en ik werk met heel veel mensen die kanker hebben. Ik zie eigenlijk dagelijks wat voor verdriet dat gezinnen aandoet. En daarom hebben Diewertje en ik samen besloten om samen een team te vormen en zoveel mogelijk geld in te zamelen. Doen jullie alleen rennen? Nee, we doen nog meer. Zoals? Krachttraining bijvoorbeeld. Kom maar eens mee. Oké. Fietsen tegelijk! Ga door! Ga inhalen! Heel goed! Ik vond het superleuk, wel kapot, maar voor een vlog heb ik dat wel ervoor over. En Job, ken je ook iemand die kanker heeft of heeft gehad? Ja, mijn moeder. Die was best wel lang ziek en ook wel heel ernstig. Ze had baarmoederhalskanker en steeds als ik thuis kwam van school vroeg ik me wel af of ze dood was of dat ze sliep op de bank. Daarom hoop ik dat jullie veel geld gaan inzamelen om kanker de wereld uit te halen. Wij zijn kerngezond. Dames, succes. Tot de volgende keer. Hoi,
Ik ben Bjorn Galema, werkzaam op de Krullenvaar in groep 7-8. En ik denk dat ik ga winnen omdat de sportiefste leerkrachten van de Krullenvaar komen. 3, 2, 1. Oh, gaat je? Goed vasthouden. Ja, bal. Meester Björn ging als een speer en deed het ook nog eens prima bij het dartbord. Zijn tijd was 24 seconden en 1400ste. Dankzij de 14 punten op het dartbord gaan er dus 14 seconden van die tijd af en wordt de eindtijd 10.14. Goed voor een zesde plaats op onze ranglijst. De meester of juffrouw die aan het einde van dit schooljaar de snelste is, die wint een uitstapje voor de hele klas naar Limburgs Uitje in Zevenum. Inclusief een gezonde barbecue aangeboden door AZ Barbecue. Dit was Kerngezond TV voor vandaag. Denk nog even aan het gratis abonnee worden. Onder in beeld staat precies hoe dat werkt. En dan zou ik zeggen, tot de volgende Kerngezond TV. Hoi!